Nu met dit verhaal gezegd, zitten we nog met een aantal dingen. We hebben dus hier wel de droid sans erin gezet, maar de droid sans is natuurlijk wel een beetje groter dan wat ik hier in mijn ontwerp heb staan. Mijn ontwerp heeft die 12 punten. Nou, daar wil ik dus ook 12 punten van maken. Je kunt daar heel makkelijk over switchen naar pixels. 12 punten kun je wel ongeveer stellen van oké, okay, dat zijn 12 pixels. Dus als ik over mijn volledige body, de Droid Sans, 12 pixels wil hebben, kan ik gewoon de volgende regel typen. Weer beginnen met font. Font size. 12 pixels. Even kijken. Als het goed is, is het nou veranderd naar 12 pixels. En je zult zien dat dit ook een stuk kleiner wordt. Zie je? Dat is een heel stuk kleiner geworden. Nou, dit komt al beter overeen met wat het is. Nu gaan we kijken hoe groot de headers zijn. 21,885, daar maak ik gewoon 22 van. Ik ga het niet met halve werken, want dat werkt dus ook niet met, met pixels, hè. Dus de headers, die maak ik. Oh, nou komt dus het verhaal van, wacht even, die H1. Die is groter. Dat is dus deze jongen. Dus dan moet ik twee losse weer dingen maken. Nu kun je dus gewoon weer gewoon daaronder H1 zetten. Haakje sluiten en de H2. Haakje openen, haakje sluiten. En dan kun je dus voor elk ding weer apart aangeven. Oké, okay, de font size moet hier zijn. Ja, dan moet ik even spieken, want dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Even kijken. Deze is 55 pixels. Altijd afronden dan. En de H2 was, wat was het nou? 22 volgens mij. Niet, nee, dat was het. Ja, 22. Oké, dus dan kan ik dit gewoon kopiëren. En dan maak ik hier 22 van. Dus je ziet wel dat de H1 en de H2 dingen delen met elkaar, dus dat ze hetzelfde fontfamilie hebben. Alleen de font size is dan anders, dus dan kun je die weer individueel aanpassen. Dit voegt hij dan eigenlijk gewoon bij. Dus ik ga nu kijken hoe dat eruit ziet hier. Nou, die tekst is flink groot. Deze die kloppen ook wel. Nu is het zo dat ik eigenlijk in mijn ontwerp heb ik alle. Dit is allemaal kapitaal, dit is allemaal kapitaal, dus allemaal headers, die zijn allemaal kapitaal. Nu kun je natuurlijk gewoon caps lock aanzetten en alles erin typen, maar stylesheet kun je dus ook gewoon aanpassen. En nou, gezien dat weer dat het op allebei de dingen toepasbaar is, dus de H1 en H2, kan ik hem dus hier weer bijzetten. Dan zeg ik oké, okay, in plaats van font typ ik nu tekst. Tekst transformation heet het. Even kijken, tekst, transform. En hier zie je het al. Ik wil alles uppercase hebben. En je zult zien dat dus nou alle titels allemaal hoofdletters worden. Dat is allemaal kapitalen. Nou, hartstikke handig. Dat scheelt je nou werk. Dus dat hebben we dus ook geregeld. Wat je dus moet onthouden is dat je dat een H1 en H2 en H3, dus al die headers, die headtypes, die hebben allemaal eigenschap dat hun font weight gewoon bold is. Nu moet ik even checken als dit hier ook is. Ja, dit is ook bold. En dit is ook bold. Dus dat is op zich prima. Alleen bij de Google Fonts heb ik dus de bold versie ook gedownload. En je ziet dus dat, dat er nog een 400 en 700 bij zit. Dus als ik naar die Google Fonts ga. Kijken, Google Fonts. Moet ik even zoeken. Webfonts. Kijken zo. Pak even die Roboto erbij. Even kijken, is dat Roboto? Ja, Roboto. En ik zeg oké. Okay.
Dan zie je bij die Roboto de Thin, Light. Even kijken, Light. Even kijken, Bolt. Moet ik even zoeken wat we er nou precies van hebben gebruikt. Volgens mij Bolt hebben we gebruikt. En volgens mij Normal gaan we nog niet eens gebruiken. Maar ik zet hem er even goed bij. Even kijken. En ik heb de Light volgens mij ook aangevinkt. Even kijken, Light. Dus je hebt de Light, Normal en Bolt. En je ziet er ook getallen achter staan, hè? 300, 400 en 700. Nou, dat zie je dus hier bij die link ook terugkomen. 400, 300, 700. Nou, wat dat wil zeggen is dat 400 de normal is, 300 de light en 700 de bolt. Nu is het zo dat normaal, als je een font hebt, zoals een Arial of zo, of een Verdana, dus die WebSafe fonts, en je zet in de stylesheet niks neer in die H1 en H2, dan is dus standaard de tekst bold. Nu is in dit geval, moeten we dus niet de tekst bold hebben, maar moeten we de font weight, dat is dus als het bold of normal is, moeten we dus op normal zetten. Dat klinkt een beetje raar, maar als je dus de font weight, of nee, de font weight op 700 zet, dus dat is, even kijken, font weight 700. Dan krijgen we dus die bold versie. En dan zeggen we tegen de font style. Font style. En daar zie je dus in wat je erin, italic, normal, op. En dan zetten we dus gewoon normal neer. En wat ervoor zorgt is dat hij dus gewoon niet de codering bold pakt, maar gewoon het bold font. Ik weet niet in hoeverre dat heel veel van elkaar scheelt. Dus ik moet echt, nu moet je echt heel goed gaan opletten als je verschil ziet. Nou, bijna niks. Maar dat is wel de officiële manier, zullen we zeggen. Dan krijg je dus echt de bold zoals die hier staat. Het font in bold. Nou, een beetje, ja, dat is voor de puristen, zullen we zeggen. Stel dat je nou je paragraaftekst wil stijlen. Bijvoorbeeld naar bold. Een paragraaftekst, zoals ik het al eerder had aangegeven, is dus wat grotere lappen tekst. Hè? Zoals je dat hier kon zien bij de big text. Daar staat een paragraaf hier. En je hebt hier bij de twee kolomst teksten heb je een paragraaf staan. Als je die stel dat je die allemaal bold zou willen hebben, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, paragraaf. Krult haakje openen, krult haakje sluiten, en je zegt hier font weight, oh wacht, er moet wel een streepje tussen, font weight, het gewicht van de font, hè. Dubbele punt, en ik zet het op bold. Dan zul je zien dat straks alle tekst hier van normaal font, dus dit font, naar bold toe gaat. 1, 2, 3. Hoppa, ja, dat is dus bold. En standaard, die H1 en die H2, die zijn bold. Maar paragraaf niet. Dus als je dat wil bold hebben, dan moet je dat aangeven. Dat zijn eigenlijk die standaardwaardes die paragraaf heeft. Nou, het volgende waar ik dus altijd tegenop loop, is dat ik vind dat de line height ook niet helemaal klopt van wat ik wil. Van de H1 heb ik een line height van 48 pixels gegeven. Net iets minder dan hoe groot die is. En de line height is eigenlijk hetzelfde. Ja, het is gewoon als in Photoshop en alle andere programma's. De lijnhoogte tussen de, als je twee regels tekst hebt. Nu is mijn H1 op dit moment geen twee regels tekst, maar stel dat de titel langer wordt of zo, dan is dat wel zo. Nou, bij mijn H2 is mijn line height, nou, dat kan ik zelfs opzoeken. Ik wist die andere toevallig uit mijn hoofd. Even kijken. Dit is mijn opnamesprogramma. Even kijken, hier is de line height van H2.
kijken. Moet ik even mijn tekst erbij halen. Ja, automatisch. Nou ja, ik zet hem op 24, denk ik. Is dat een goede maat? Ja, dat is goed. 24. Dat is de helft van 48. Kan ongeveer wel kloppen. Zo. En van mijn paragraaftekst, daar weet ik het wel van, want die heb ik meerdere regels. Dus als ik die nou eens even selecteer, dan zie ik hier dat die line height 18 pixels is. Dus paragraaftekst, die kan ik trouwens ook hierboven inzetten. Pak die alle teksten in het hele document. Line height 18 pixels. En je zult het misschien niet echt goed zien, maar ik in mijn ontwerp heb ik dus ook een bepaalde kleur gebruikt. Donkerblauw. En dan kun je ook meteen zien hoe je dus kleur kunt aangeven aan een tekst. Dus als je een bepaalde tekst een kleur wil geven, dan zeg je oké. Color. Je zou verwachten font color of zo, maar het is color. Nou, dan kies je even een kleurtje zo. En die hexadecimale kleur, deze kleur, die kun je kopiëren. En je ziet ook alweer dat die hashtag ervoor staat. Als je dan die vervangt, dan heb je precies die kleur. Wat is dit eigenlijk voor een codering, zullen we zeggen? Nou, je weet dat het scherm bestaat uit rood, groen en blauw, RGB. Nou, dit zijn eigenlijk gewoon de waardes van rood, groen en blauw. De eerste is rood, de tweede is groen en de derde twee karakters zijn blauw. Zo zit dat in elkaar. Nou, hebben we die kleur aangegeven. En even kijken, hebben we nou nog iets vergeten? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we nu alle tekst wel gestyled. Oh, wacht. Wat ik natuurlijk altijd vergeet, is dat je die... nou ja, natuurlijk altijd vergeet. Ik vergeet niet altijd alles, maar... Je ziet dus dat hier dus ook die margin nog op zit. Hè? Als ik dit selecteer... Even kijken, inspecteer. Dan zie je dus hier eens standaardwaarde. Dat die zegt van oké, standaardwaarde is... Even kijken, margin before en margin after. Ja, dat is dus daar en daar iets van 0,83 EM. Nou, dat is een maateenheid waar ik jullie verder niet mee lastig gaat vallen. Maar die bestaat dus wel. Als ik hier overheen zie, dan zie je ook dat die een giga... witruimte heeft. Nou, als ik die dus weg wil halen, dan ga ik dus weer margin gebruiken. Margin hebben we al een keer gebruikt. Even zoeken. Hier, bij de container. Toen hebben we hem een keer gebruikt. En toen heb ik gezegd van, nou, ik kom daar nog een keer op terug om margin uit te leggen. Ben ik dan nog ergens... Nee, verder is die nog niet teruggekomen. Dus ik ga nu ook even het verhaal van margin doen. Margin is eigenlijk witruimte om een vlak heen. Dus ik zal eventjes een tekening maken. Even snel. Het zal er ook wel ergens bij deze module ook gewoon ergens een plaatje neerzetten wat duidelijker is uitgelegd. Of ja, wat netter zullen we zeggen. Je hebt dus hier een vlak, hè. Of een stukje tekst. En die heeft margin. Of geen. Nou, standaard heeft die kopjes hebben die margin. Boven en onder. En wij willen dus eigenlijk die margin resetten, zullen we zeggen. Nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Maar, ik ga nu ook uitleggen. Als je dus een vlak witruimte wil hebben. Dus stel dat twee vlakken tegen elkaar aanstaan. En je wil dit vlak, wil je ietsjes van hem afstaan. Dus eigenlijk zou hier een beetje ruimte moeten komen. Dan krijg je dus dat je dus dit vlak margin aan de linkerkant moet krijgen. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dus margin en dat begint dus boven, rechts, onder, links.
En zo noteer je dat. Dus heb je margin, dat is eigenlijk aan de bovenkant. Dus als je bovenkant margin zet, dan duwt hij dit blokje duwt hij naar beneden toe eigenlijk. Hè? Want hij duwt zichzelf van de kant af. Dat geldt ook voor links en voor rechts. Als hij rechts ergens tegen de kant aan geduwd is, kun je hem dus met hier margin iets van de kant af krijgen. En hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld hier iets bijvoorbeeld hebt wat daar tegenaan zit, geplakt. Dan kun je dus ook zeggen van margin bottom, dat hij iets meer ruimte aan de onderkant geeft. Nou, gezien dat die H1 een margin heeft, die ik niet wil, en die H2 ook, wil ik die allebei resetten. En ik had eerst dit aangegeven, oké, je hebt margin. Nou, dan gaan we dus boven, rechts, onder, links. En dan ga je ook zien dat hier deze margin die boven en onder zit, gereset wordt naar 0. Zie je dat? Daar is helemaal geen margin meer omheen. Dus als je hier kijkt ook, staat hier ook weer die margin die hier terugkomt. En die zorgt ervoor dat hij dus geen margin heeft. Nou, die paragraaftekst, die wil ik eigenlijk ook even een beetje resetten. Want als ik kijk in mijn ontwerp, zit hier niet zo, niet zoveel ruimte als hier. Nou, ik heb dus besloten om margin aan te passen van de paragraaf. En dat komt op dit neer. Dus P, margin. Nou, even kijken. 2 pixels aan de bovenkant. 0 pixels aan de rechterkant. 5 pixels aan de onderkant. En 0 pixels aan de linkerkant. Als je dus nu kijkt in dit ontwerp, en ik refresh even, dan zie je dus ook dat die nog dichter bij de tekst is gekomen. Nou, ik vind het prima. Dus dat is fijn. Nu had ik dus al aangegeven dat die linkjes die worden gemaakt in die lijst hier, dat die een standaard, standaard look and feel hebben, die linkjes. Dat is altijd blauw met een onderlijntje. Dat kun je ook stylen. Eens even kijken. Dus we gaan eens de navigatie hierboven aanpassen zoals we het willen. En dan gaan we dus even kijken waar we dus precies moeten zijn. Want we zetten dat wel op de juiste plek. Even kijken. Maar ik had ook al linkjes, van die standaard linkjes hier ergens neergezet. Dus linkjes in een tekst. Dat is eigenlijk dit een beetje. Dus die ga ik eerst doen. En dat wil ik eigenlijk universeel hebben over de hele pagina heen. Dus die kan eigenlijk wel bij de algemene instellingen. Nou moet ik eerst kijken van oké, hoe is een linkje? Hoe wordt dat aangeduid? Nou, voor de mensen die het nog hebben onthouden, het was een A-tag, hè? Dus deze. Dus die kunnen we ook gewoon aanroepen. Zeggen gewoon oké, A. Nou, en dan moet nogal wat gebeuren met die A. Hè? Ik bedoel, dan moet dus eigenlijk die kleur van veranderd worden. Dus color. Nou, dan ga ik weer even zoeken naar die kleur in mijn Photoshop document. Kijken, zoeken deze. Kopieer. Ga naar mijn Dreamweaver toe. Hashtag. Plak die code neer. Punt, komma. En als het goed is, als ik het niet verkeerd had gezien. Nou, ik wil die dus ook gewoon bold hebben. Hier is die niet bold. Ik weet niet waarom dat is. Zou eigenlijk wel bold moeten zijn. Kijk eens zo. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat is beter. Dus die wil ik bold hebben. Nou, dat hebben we al een keer gedaan. Even kijken naar de goede programma gaan. Dat was Fontweight. Sorry voor al het geflikker hoor, want ik bedoel, dat was niet helemaal de bedoeling. Fontweight bold. Zo. En als we nu kijken naar, alvast naar de linkjes, dan zal er in ieder geval de kleuren al aangepast zijn.
Zie je, daar is al die lichtblauwe kleur. Maar ja, dit is dus hoe de linkjes eigenlijk over de gehele pagina uitzien. Wij willen dus eigenlijk nog wel meer dan alleen dat. Wij willen nog onze navigatie apart aanpassen. Maar nu is het geval dat navigatie eigenlijk een hele hoop onderdelen verstaan, zullen we zeggen. Dus we hebben die, even kijken, die hoofdnavigatie hierboven. Die gaan we maar eerst aanpakken. Dus we gaan ook naar het onderdeel hoofdnavigatie. Even kijken, dat is hier. En we gaan dus eigenlijk dit uitbreiden. Dus we gaan zeggen van oké, dit kopiëren we gewoon. Hoofdnavigatie nav. En we gaan de linkjes in die nav, dus weer een spatie. En alle linkjes, dus alle A's, gaan we dus ook een bepaalde stijl geven. Nou, eerst de fontfamilie. Dus ik ga even, Roboto was dat. Dus die kopieer ik gewoon hieruit de kopjes. En die plak ik dan hier neer. Even kijken, zo. Ik wil dat het ook allemaal kapitalen zijn, dus ik zeg font, nee, text transform, is het volgens mij? Text transform, uppercase, nou, font weight, dat is eigenlijk hetzelfde wat je kunt kopiëren uit het bovenste stuk eigenlijk, hè, bij de H1. Font style, normal, even kijken, kleurtje, even kijken wat is het kleurtje van de tekst daarboven, wit, en als die actief is, is het dus lichtgroen. Oké, dus standaard wit. Dus color. Wit. Oh ja, hij moet geen lijntje eronder zitten. Dat kun je dus doen met tekst decoration. En je ziet dus dat je er een aantal opties hebt. Blink, line through. Overline, underline. Nou, wij willen helemaal geen line of rare toestanden. Dus none. Dus als ik dit al opsla. Even kijken. Font size moet ik even opmeten. Want die heb ik nog niet. Even kijken, dat is 14 pixels. Dus font size 14 pixels. Punt komma, dan zou het al een heel eind meer in de goede richting moeten zijn. Dus als ik hier naar kijk, ja, dit klopt al redelijk. Het staat nog steeds onder elkaar, maar dat is dus een ander gedeelte wat we zo meteen gaan doen. We gaan eerst alle teksten aanpassen. Nou, de tekst van hier beneden, die heeft ongeveer dezelfde eigenschappen volgens mij. Dus dat is navigatie footer. Even kijken, moet ik zoeken naar navigatievoeter. Dat is dus hier. Even zoeken hoor. Naar beneden. Ja, hier. Voeter nav. Even kijken, dan moet ik... voeter nav kopiëren. Spatie A, dus alle linkjes in voetenaf. En die krijgen eigenlijk bijna dezelfde eigenschappen als. Ja, dat is eigenlijk bijna exact hetzelfde als die bovenste navigatie. Dus ik kan gewoon kopiëren. Ga ik weer naar beneden. Je zou je kunnen overwegen dat je dus die twee dingen bij elkaar zet, maar in chronologische volgorde vind ik dit wat duidelijker. Even kijken, 7. Kijken hoe dat eruit ziet.
Oké, dat is ook goed. Klopt dat ook met de kleur? Ja, dat klopt ook met de kleur. Nu had ik wel nog die twee onder elkaar staan en die moeten naast elkaar staan. Dan had ik dus hier in mijn broncode onderaan, even kijken, nav left en nav right gemaakt. Dus nav left. Even kijken, footer. Die zet ik er maar gewoon onder dan. Even kijken zo. Nav left. Dat is float left. Nav right. Nou, dat kan ik wel typen. Nav right. Gekruld haakje openen. Gekruld haakje sluiten. Float right. Nou, kijken hoe dat eruit ziet. Nou, ze staan al gewoon naast elkaar, dus dat is ook al goed. Even kijken. Oh ja, hier bij die adres, daar staat alles italic. Dat wil ik normaal. Dus dat is. Even kijken hoor. Dat is NAW. Dus dan zeg ik: dit kopiëren. En heel even kijken wat daar nou in zit. NAW. NAW paragraaf. Oké, dus ik zeg NAW P. Beetje enthousiast met mijn enters. Font style normal. Ja, dat is ook goed. Nou, dan hebben we toch al een heel eind met onze styling van onze tekst. Goed, zoals we het hier ook willen hebben. Ik zie trouwens hier dat hier in het nieuwsgedeelte geen underline zit. Wel lijntjes, maar niet van de linkjes zelf. Dus heel even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja. Text decoration none, denk ik. Even kijken. Footer nav a. Oké. En dan nieuwsfooter. Even kijken. Nieuwsfooter a. Spatie a. Text. Decoration, dus geen lijntjes, dus text decoration none. Save. Ja, dit klopt ook al. En ik ga even die achtergrondkleur van die containers uitzetten, want dat groene heb ik nou al lang genoeg gezien. Dus we gaan helemaal naar boven. Special effects, hè? Even kijken, background. Dus die halen we eruit. Even kijken, dan hebben we nog een background color. Volgens mij. Ja, dat is het volgens mij wel. Even kijken, hoe ziet het er nou uit? Ja, kijk. Oh, dat ziet er goed uit. Nou, die big text nog even de achtergrondkleur eruit halen. Even kijken, waar zit die? Dat is nou ja. Big text, achtergrond. 7. Hartstikke idee. Showreel heeft ook nog een achtergrondkleurtje. Haal het ook uit. Dat is wel een beetje vreemd om te zien, want daar staat nog eigenlijk geen showreel in. Maar daar kom ik nog op terug. Dus dit ziet er ook al aardig uit. Boven die navigatie, die heeft ook een kleur. Die wil ik er ook uit hebben. Dus dan moet ik even hoofdnavigatie, background color, ook uitgooien. Zo. Oh, dan is de tekst verdwenen omdat die ook wit is. Dus even kijken. Laten we die nog even staan. Ja, dan zien we hem nog.